Dus in Nederland, maar ook in andere landen, gaan er steeds meer geluiden op dat zeer kortsluitige honden een slecht leven hebben. Met moeite hebben met ademhalen, hitteproblemen, algemene gezondheid slecht is, snurk en dergelijke. En met kortsluitige honden, waar moet je aan denken? Bijvoorbeeld een Franse Bulldog, Petit Brabantse hond, maar ook andere honden. Met name de mopshond begint langzaam een evolutie door te maken. Dus de mopshond, ook wel bekend als de Nederlandse mastief. Het is geen echte mastief, het is natuurlijk gewoon een gezelschapsschoothondje. In het Engels ook wel bekend als de pug. Is een hond die heel veel gezondheidsproblemen heeft. Problemen met bijvoorbeeld kortsluitigheid, maar ook andere dingen die daar met die uiteindelijke misvorming van die schedel te maken hebben, zoals bijvoorbeeld problemen met druk op de hersenen. Maar bij de mopshond ook duidelijk bijvoorbeeld de ogen enorm uitpuilend zijn. Wat is er nu aan de hand? Ze hebben eigenlijk het stamboek, wat bij washonden binnen de ras gesloten is, weer geopend. Waarom? Omdat binnen de mopshonden zelf eigenlijk niet genoeg basis is om de hondjes weer de vitaliteit en kracht te geven die ze zouden moeten hebben. Wat is het resultaat? Er zijn verschillende kruisingen die nu worden gebruikt. En dan moet je dus denken aan de Beagle wordt ingekruist. Dat doen ze. Beagle is natuurlijk een jachthond, die ook wel gezonder is. Die worden ingekruist. Dat heeft niks met een mastief of een terrierachtige te maken. Niet dat een mopshond een terrier is, maar gewoon even voor de duidelijkheid. Daarnaast wordt de Shiba Inu ingefokt. Shiba Inu is eigenlijk een keeshondachtige. Maar dan uit Japan. Een ras wat aan zich mooie kleuren in zich heeft en ook relatief gezond is. Dus dat geeft wel wat mogelijkheden, maar ook een keeshond heeft ook niks te maken met iets wat mastiefachtig schoothond type moet zijn. Nou, vervolgens is ze dus niet daarbij gebleven, maar worden ook gekeken naar andere mogelijkheden. En waar moet je dan aan denken? Even een zakje pakken om het op te ruimen. Dan moet je dan aan denken, de Jack Russell Terrier wordt gebruikt. Jack Russell kennen we allemaal, een relatief klein, veld hondje. Wat ook in staat is om zijn neus te verlengen. Hè? En die kruising hebben ze altijd gebruikt. Er wordt zelfs de Jerk genoemd van J van Jack Russell. En de rest van de Puk moft wel het mopshondje. Een kruising die wel wat meer met het bulldogachtige te maken heeft, zonder gelijk een kortsnuitigheid in te brengen, is de Staffordshire Bull Terrier. Ja, Bull staat er hoor je al, hè, zit erin. Maar natuurlijk nog steeds een hond die genoeg snuitlengte kan brengen. Al moet ik zeggen dat er tegenwoordig ook genoeg Staffordshire Bull Terriers, ofwel Engelse Staffords zijn, met een zeer korte snuit. Maar goed, als je gaat kijken, kun je daar zeker exemplaren vinden. Is ook niet al te groot. Zeker niet groter dan een Beagle. Dat brengt dus een beetje meer massa in. Wat dan zeker een goede ontwikkeling is. Het probleem wel met bijvoorbeeld zowel de Jack Russell als de Staffordshire Bull Terrier als de Beagle, dat niet ook de kleuren zijn die in de mopshond van nature voorkomen. Hè. Eigenlijk is het meer, de meeste zijn ofwel de mastiefachtige kleuren, een beetje zandachtig, met eventueel een donkere masker, wat vaker voorkomt. Of echt donker, een beetje zoals een Neapolitaanse mastief, maar dan tegen het zwarte aan. Vaak zelfs helemaal zwart. Nou ja, bij de Staffordshire Bull Terrier, die kan natuurlijk in alle kleuren voorkomen.
En ook bijvoorbeeld een donker hond, om maar een voorbeeld te noemen. Of juist een hond die wat meer die lichtere, zandige kleuren heeft, kan ook andere genetische kleurcodes meedragen. Die zandachtige kleur komt trouwens niet vaak voor. Bij de Jeffersie Bull Terrier. Ik heb ze nog niet gezien zelf. Ik zit er al een tijdje erin. Ze schijnen er wel te zijn, maar mogelijk is dat een kruising met wat anders. Nou, daarnaast is er natuurlijk ook nog zoiets als wat ik hier aan de lijn heb. En dat is iets wat recent wordt bekeken. Het grappige is dat je de voordelen van het Staffordshire Bull Terrier hebt. Ook iets in de trant van toch een beetje, hoe klein ze ook zijn, mastiefachtig trekken erin. Een Dutch mastief. Ander voordeel is natuurlijk ook dat in deze, bijvoorbeeld een Staffordshire Bull Terrier, het gewicht en de grootte van een Patterdale, ook wel bekend als de Veld Terrier, een stuk dichter bij die van de mopshond komt. Daarnaast, je wil natuurlijk als je in ras inkruist iets hebben wat naast looks met name ook de gezondheidsproblemen weet te adresseren. Nou ja, we hebben het dus gehad over kortademigheid, maar ook algemene gezondheid, bijvoorbeeld kracht, uithoudingsvermogen, karakter en ook gezondheid zijn natuurlijk van groot belang. En daarin denk ik dat de Patterdale Terrier een hele bijzondere rol kan spelen. En hoe dan? Nou, Patterdale Terrier is een werkhondenras. Werkhondenrassen moeten werken, niet alleen maar mooi zijn. En het gaat dus om dat ze fysiek en geestelijk ook gewoon goed in hun vel zitten. En dat kruis je dan in. Maak je daarmee van zo'n mops, hè, wat dan een neomops wordt genoemd. Dus de mops waarbij het stamboek open is gegooid om ze maar weer op gezondheid wat acceptabeler te maken of zelfs een stuk beter. Ik vind het heel goed dat ze dat doen. Hè. Zouden meer als ze echt baat bij kunnen hebben. Wordt dat dan een werkhond of een halve werkhond zoals de Patterdale Terrier is? Natuurlijk niet. Werkhonden worden normaal gefokt uit rassen, ook als er kruisingen zijn van werkhonden. Uit rassen die allebei, of als er meerdere zijn, allemaal ook werkende capaciteiten met zich meewerken. En een mopshond, hoe grappig zou kunnen zijn, en want daarom werden ze ook zo gefokt. Een gezicht wat heel plat is en menselijke aspecten met zich meebracht. En men vond het eigenlijk ook wel fijn dat er weinig conditie in zat. Dat ze niet veel hoeft uit te laten en dergelijke. Er staan natuurlijk haaks op alles wat een werkhond is. Ik wil dus zeggen dat een kruis tussen mopshond en Patterdale helemaal niks kan. Absoluut. Ze kunnen ze zelfs verbazen. Je hebt natuurlijk altijd wat hybrid figure, hè? Dus hete roses. Ze noemen het ook wel eens een Nederlands bastardkracht. Als die twee bij elkaar komen, kan het wel eens goede dingen brengen. Maar een mopshond heeft niks toe te voegen aan een werkhond zoals de Patterdale is. Wel af te nemen. Dus de enige die in deze vergelijking wint, is de mopshond, maar ook de gezelschapshond in het algemeen. Want de truc die ze hebben gedaan met de mopshond zou natuurlijk voor meerdere kunnen worden gebruikt. Hè? Denk aan de Boston Terrier. Er zijn al eerder initiatieven hiervoor ontplooit. Dat noemen ze een Old Boston Bulldog. Waar bijvoorbeeld ook wat bloed van Pitbull Terrier in is gefokt. Of gewoon andere, meer werkende bulldogsoorten. Maar je zou ook kunnen denken aan de Franse bulldog, de Lhasa Apso, Shih Tzu. Al die rassen, die Pekinees, al die rassen met zo'n kort snuitje. Dat ze eigenlijk niet meer goed kunnen functioneren. Hetzelfde zie je nu zelfs hè, in keeshondensoorten voorkomen. Pomeriaantje, dus al een beerlook. Pomeriaantje is ook wel een dwergkeeshond. Worden tegenwoordig door sommige mensen zo gefokt. Dat ze ook zo beerachtig, platachtig. Je moet niet denken aan een beer met normale snuitlengte, maar gewoon een teddybeerachtig voorkomen krijgen. En worden nu ook zo gefokt dat er zelfs daar een snuitlengte tekort is. Misschien nog even goed om ook wat uit te wijden over de korte snuitlengte. Waar moet je aan denken? Zover het mij voorstond, moet zijn snuit minstens een derde hebben
van de schedellengte. Dus volgens de voorschrift, hè, waarbij het fok op de kortsluitigheid eigenlijk ontmoedigd gaat worden. Nou ja, mijn pettendeel is de snuitlengte ongeveer even groot als de schedellengte. Hier is mijn pettendeel, BSL Estacado. Zie je? Nu 11 maanden oud. Dus een derde is nog niet eens veel hoor. Ze zijn nog steeds erg kortsluitig, maar dan hebben ze in ieder geval wat ruimte. Dus waar we mee begonnen, is een Shiba Inu die bijvoorbeeld voor wat grotere, lange snuitlengte zou worden ingefokt in de mopshond. Die brengt, ja, keesvonden aspecten in, ook een ander soort vacht en dergelijke. Wat ik zou, ikzelf niet wenselijk zou vinden. Hè. Als je dan al die kant op wil gaan en je wil iets recreëren in plaats van iets zo goed mogelijk fokken. Dus terug naar de oudere mopshond, dan zou ik ook bij de kenmerken van de oudere mopshond blijven. En bijvoorbeeld het pettendeel, is ook natuurlijk grappig, dat de hoofdkleur van het pettendeel, zo noemen we het ook als de Black Terrier, zwart is. Zijn moeder was bijvoorbeeld zwart. Zijn vader was de tweede kleur die wat meer erin voorkomt, dat is het roderige, roodbruine. En ook dat roodbruine, dat kan nog steeds goed gecombineerd worden om bijvoorbeeld dat zandachtige, met misschien iets meer rode gloed, te creëren wat men graag zou willen zien in de mopshond. En dat vind ik toch wel interessant gegeven. Denkt u wat heeft gezien, een muisje of zo. Wat ik toch eens tegen jullie aan wil hangen. En een soortgelijke case natuurlijk te maken voor alle kortsnuitige honden. Ook bijvoorbeeld de mastiefsoorten. Kom Spikey. Mastiefsoorten zijn tegenwoordig zo gefokt op massa. In plaats van op werkcapaciteit. Dat het gewoon heel jammer is dat echt honden die vroeger imponerend waren, niet alleen door hun massa, maar vooral door hun daadkracht en mogelijkheden, nu meer dan ze meer een karikatuur zijn geworden. Waarbij het mopshondje natuurlijk een enorm voorbeeld daarvan is. Zo, nou, dat waren even mijn gedachten en achtergrond op een fenomeen wat nu plaatselijk, maar hopelijk ook op meerdere plekken, wat meer momentum gaat krijgen. Dat die absurditeit van alleen maar fokken op uiterlijke overdrijving om de rassen maar steeds verder uit elkaar te trekken of verder door te voeren, in plaats van te kijken naar wat voor het beest goed is, toch een beetje getemperd kan worden. Nogmaals, je moet het niet zien als iets waarbij rassen verbeterd worden. Daar wordt er echt niet beter van. Ik zou ook aanraden om alleen pettendeel mannetjes ervoor in te zetten. Zodat vrouwtjes gewoon nog steeds de werkhonden kunnen geven. En de mannetjes, ja, die hebben kunnen één keer meer ejaculeren. En daarmee een ander ras wat kunnen helpen. Lijkt me geen groot probleem. Bovendien, ik zo'n jager, of iemand anders die gewoon met werkende honden bezig is, heeft ook heel veel kosten. Hè? Die selecteert wat hij de beste honden, hij of zij de beste honden vindt. En ja, ook zo'n hond die krijgt veel meer te verduren. Dus ook ziekenhuiskosten en andere liefhebberij. Als je het goed wil doen, kost allemaal veel geld. Als die daarmee een klein beetje aangelengd kunnen worden. En tegelijkertijd, ja, honden die eigenlijk zo goed als een karikatuur zijn geworden. Of zelfs verder over, zoals een mopshondje. Een betere injectie kunnen geven. Zodat de algemene gezondheid van de werkhondenpopulatie hetzelfde kan blijven. Ja, of zelfs verbeterd kan worden omdat er iets meer middelen zijn. Terwijl de populatie van gezelschapshondjes als een mopshond echt een enorme boost kunnen krijgen. Qua gezondheid en verbetering. Zo, dat was even mijn punten op dit hele onderwerp. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Fijne dag nog.